AVO, hoofdstuk 5, opgave 94. De radioactieve radonisotoop radon 222 wordt in de aardkorst gevormd door het verval van andere radioactieve isotopen. Dus iets anders is vervallen en daarna ontstaat dus een nieuw radioactief atoom. Daardoor bevat de buitenlucht en dus ook de longen van de mens een kleine hoeveelheid radioactief radongas. Het heeft bij radioactief verval in de longen een stralingsvermogen van 5,3 x 10 tot de macht min 14 watt af. En de massa van de longen is gelijk aan 1,0 kg. Geeft de vergelijking van het verval radon 222. Dat betekent binnens opzoeken. En berekent de energie in joule die vrijkomt bij het verval van een kern radon 222. En dan hebben we daar weer die beroemde 1 megaelectronvolt is 1,6 x 10 tot de macht min 13. Oké, voor het verval van het alfadeeltje. En dan zie ik hier ook nog eens een keertje een vermogen wat wordt afgegeven. Nou, volgens mij komen wij een heel eind. De vervalvergelijking, daar gaan we mee beginnen. Niet al te moeilijk. 222 radon. Ik ga radon opzoeken en radon heeft 86 protonen in de kern. Die stuurt straling naar buiten en in dit geval is dat 4,2 alfa-straling. Alfa-straling heeft altijd 4 deeltjes in de kern en waarvan 2 protonen. Dus dat betekent ook 2 neutronen. Daarbij komt vrij dus 222 min 4 is 218 en 86 min 2 is 84. En als ik atoomnummer 84 opzoek, dan staat daar polonium. Als je dan toch binas open hebt, dan is het handig om meteen ook eventjes de energie van het verval op te schrijven. Dat is in dit geval 5,59 megaelectronvolt. Dat is dus de energie van dat alfa deeltje. Die hebben we zo meteen nodig. Berekende energie in joule die vrijkomt bij het verval van radon 222. En dan bedoelen ze hier zeer waarschijnlijk dat we deze energie om moeten zetten in joule. Anders hadden ze dit stuk er niet bij gezet. Dat is niet helemaal logisch. Dat ze, dit niet zo, ze vragen het eigenlijk vrij slecht. Maar goed, kennelijk moeten we deze omzetten. Dat is ook niet al te moeilijk. We hebben 5. Doen we eventjes op de officiële manier. 1,6 x 10 tot de macht min 19 joule voor 1 elektronvolt. We hebben geen 1 elektronvolt. Je hebt er 5,59 x 10 tot de macht 6. Dus dat is 5,5 elektronvolt. Dus dat is 5,59 x 10 tot de macht 6 keer zo groot. En dan ga je aan de andere kant ook uitrekenen als ik een rekenmachine kan vinden hier. Waar is mijn rekenmachine? Ah. Yes. Dat is dus 1,6 x 10 tot de macht min 19. 9 x 10 tot de macht 6. Vermenigvuldigen. En dat betekent dus 8,944 x 10 tot de macht min 13 joule. Dus, en voor je eindexamen is dat ook altijd wel even handig. De energie hier is dus gelijk aan 5,59 megaelectronvolt. En nou zet ik, maak ik daar per ongeluk een G van. En dat is dus hetzelfde als 8,944 x 10 tot de macht min 13 joule. Deze omrekening staat altijd op het eindexamen. Altijd. Dus zorg ervoor dat je hem kunt. Opgave C. Bereken de activiteit van het radongas in de longen. Oké, er staat hier dat er een vermogen is van 5,3 × 10⁻⁴ min 14 joule per seconde. Want dat is het vermogen. Dit vermogen is dus volledig afkomstig, wat daar staat, volledig afkomstig uit die alfa-straling van dat radon 222. Dus, iedere keer als er zo'n deeltje vrijkomt met een energie van 8,944 maal 10 tot de macht min 13 joule, iedere keer als dat gebeurt, dan draagt hij dus bij aan dat vermogen wat wordt afgeleverd. Als ik zo kijk naar die exponenten van het ding,
Dit is 10 tot de macht min 13, dat is 10 tot de macht min 14. Dan is het vermogen kleiner als die energie van het deeltje. Dus zeer waarschijnlijk zal het iedere 10 seconden of zo zal er een deeltje vervallen. Waardoor dus het aantal joule in 1 seconde kleiner wordt. Oké. Dat was even 1. Gegevens verzamelen. Hoe gaan we hier nou, hoe gaan we deze nou tackelen? Nou, we zouden kunnen zeggen van in, als ik nu even theoretisch ga kijken, en dan gaan we zo meteen zorgen maken over hoe we het echt mooi moeten oplossen. Laten we zeggen, in 1 minuut is er dus 5,3 maal 10 tot de macht min 14 maal 60 is 5,3 maal 10 tot de macht min 14. En dat is 3,18 maal 10 tot de macht min 12. 3,18 maal 10 tot de macht min 12 joule aan energie afgeleverd. Dat is dus opgedeeld door kleine pakketjes energie die je hier ziet. Dus dat betekent, totaal zijn dat dus 3,18 maal 10 tot de macht min 12 gedeeld door 8,944 maal 10 tot de macht min 13. En 8,944 maal 10 tot de macht min 13. Min 13. En dat betekent dus is 3,5 alfa deeltjes. En dan ga ik nu kriebelen. Maar goed, je snapt een beetje wat ik bedoel. Dus, dat betekent de activiteit is de verandering in het aantal atoomkernen gedeeld door de veranderingen in de tijd. Hier hadden we eerder hadden we ook al die vervaldiagrammen die er zo uitzagen. Die vervaldiagrammen mee bestudeerd, maar hier kunnen we hem ook prima toepassen. Want het is het aantal deeltjes per seconde. Dit is dus 3,5 deeltje in 60 seconden waren we hiermee aan het rekenen geweest. En dat betekent dus de activiteit 3,5 is 0,0583 becquerel vanzelfsprekend. Oké, hebben we hem nou? Even goed kijken naar de afronding. Ik zie hier die vermogen was in twee significante cijfers, dus zo mag ik hem niet opschrijven. Laat ik voor de veiligheid gewoon maar 5,8 maal 10 tot de macht min 2 becquerel noemen. Oké. Berekende activiteit van het radongas in de longen. Op het eindexamen komt het heel weinig voor dat je moet doorrekenen met een resultaat uit de vorige opgave. Meestal staat er expliciet bij als je dat wel moet doen. Dat geldt hier eigenlijk ook voor. We hebben hier een bepaald vermogen namelijk. Je gaat altijd, meestal gaan ze uit van een gegeven dat ze echt gewoon letterlijk hebben opgeschreven. We hebben hier een vermogen van 5,3 maal 10 tot de macht min 14 joule per seconde. En het maakt op zich niet zo heel veel uit welke bron dat komt. Dat komt pas zo meteen als we de equivalente dosis gaan uitrekenen. Maar dit is dus een bepaalde hoeveelheid energie in secondes. Of per seconde. Dus we hebben een energie van 5,3 maal 10 tot de macht min 14 joule in 1 seconde. Wil het weten in 1 seconde? Nee, we willen het weten in 1 jaar. Oké, we willen het dus weten in 60 keer 60. Dit is een minuut. Nog een keertje met 60 vermenigvuldigen. Dat is een uur. Nog een keertje met 24 vermenigvuldigen, dat is een dag. En nog een keertje met 365 vermenigvuldigen, dat is een jaar. Goed, ga ik deze uitrekenen. Dan komen we dus uit op dit getal wat we hier vinden. Dan komen we dus uit op 60 keer 24 keer en 365 keer... is 3,154 maal 10 tot de macht 7 secondes. Wat ik hier eigenlijk doe, ik zeg E is P keer T, is dus het vermogen 5,3 maal 10 tot de macht min 14
maal de tijd. En die tijd die hadden we hier gevonden. 3,154 maal 10 tot de macht 7. Goed, hier gaat even een streep tussen om aan te geven dat ik op twee manieren exact hetzelfde kan berekenen. Want hier ben ik vanzelfsprekend met de formule bezig. En hier ben ik bezig met een verhoudingstabel. Maar hij zegt precies hetzelfde. Want ik heb hier vermenigvuldigd met 3,154 maal 10 tot de macht 7. Moet ik dat aan de bovenkant ook doen. En dat geldt voor deze hier inderdaad ook. Dus 5,3 maal 10 tot de macht min 14 vermenigvuldigen. En dan komen we uit op een totale hoeveelheid energie van 1,671 maal 10 tot de macht min 6 joule. Dat is mooi. Komt het hier ook uit? Ja, natuurlijk, want die berekening is exact hetzelfde. Hier aan de onderkant vermenigvuldig ik met 3,154 maal 10 tot de macht 7. Aan de bovenkant doe ik dat hier dus ook. Dus dan praten we over 5,3 maal 10 tot de macht min 14. Vermenigvuldigen we met 3,154 maal 10 tot de macht 7. En dat staat hier natuurlijk ook. Goed, de equivalente dosis, want ik ben al wel lekker aan het babbelen. Dit is de hoeveelheid stralingsenergie in 1 jaar. Oké, nou, de dosis, die is dan makkelijk. De totale hoeveelheid stralingsenergie gedeeld door, even kijken hoor, gedeeld door de massa. En als we dit weten, dan kunnen we ook nog eens een keertje die andere formule invullen. H is VR keer D, want dit is de equivalente dosis, dat is de letter H. Deze factor, die hier staat, alfastraling, dus die is 20. En weet je wat, we gaan eens een keertje gek doen. We gaan die dosis die we hier hebben, die gaan we direct invullen in de formule, voordat we hem verder gaan uitrekenen. Dat betekent, en dan maak ik hier even een apart kader. De equivalente dosis is dus de weegfactor WR maal de hoeveelheid stralingsenergie gedeeld door de massa. En als ik dit invul in getallen, dan staat hier dus maal 1,671 maal 10 tot de macht min 6 gedeeld door de massa van die longen en die was 1 kilogram. Oké, de equivalente dosis en nu is de kwestie van intikken. Is dus 3,34 maal 10 tot de macht min 5 sievert. En dat betekent dus 33,4 millisievert. Mag ik hem zo afronden? Ja, ik mag hem zo afronden, want hier staan twee significante cijfers. Daar staan twee significante cijfers. Ik moet hem dus afronden op twee significante cijfers. Hier staat hij in 3 en dat mag dus ook. De gemiddelde jaarlijkse equivalente dosis door de straling van radongas in Nederland is 0,8 millisievert. Dit is dus meer. Dit is veel meer als de equivalente dosis zoals berekend in vraag D. Is dat zo? Oh, ik heb een fout gemaakt. Kijk, deze omzetting is natuurlijk geen milli, maar dat is de microsievert. 10 tot de macht min 6, 33,4 maal 10 tot de macht min 6 is 3,34 maal 10 tot de macht min 5. Zo klopt die wel. Geef een verklaring voor dit verschil. Nou, dat is een heel goede vraag. Oh ja, tuurlijk. Beton. Haha. Wij worden omgeven door beton en uit beton komt radongas. Eens in de 4 jaar zie je dat in de krant, zie je dat wel verschijnen. Dat er verhoogde risico's zijn vanwege radongas, wat zich vormt, vooral in nieuwbouwhuizen. Dus, nou, dat is het. Ik wens je heel veel succes.